Welkom bij een nieuwe video. Vandaag zitten we weer in de carrière met Vender FC. Ik vond deze heel leuk om te maken. Hier zag je nog even een klein overzicht van de doelstellingen. En verder ga ik nu meteen de eerste wedstrijd misschien wel simuleren al. Tegen Forest Green, de eerste wedstrijd van de competitie. Wat gaat het worden? Het wordt 2-2. Dat betekent 1 puntje. Dat is op zich wel goed. Ik ga even een interview doen. Maar ik denk dat 1 punt op zich wel goed is. Ik bedoel, wij zijn echt een slecht team. Dus ik denk dat dit op zich wel kan. Ik weet niet echt wat de doelstelling was. Ik weet het even niet meer. Om hoe hoog we komen, zeg maar, in de competitie. Maar mij maakt dat niet zo heel veel uit. En hier zo moet ik even iets tegen Robson zeggen. En we zien dat onze speler Kalata geschorst is. Misschien kan ik een nieuwe speler kopen in plaats van hem of zo. Ik ga even kijken. Want ik heb natuurlijk nog een miljoen over. Mid CVM. Dan ga ik zoeken. Ik kom vast wel een keer iets tegen, toch? Maar dan wil ik niet een heel oude. Niet dat ze oud kunnen zijn. Dus ik ga max 22 doen. Dan worden de spelers iets talentvoller. En dat wil ik wel. Even kijken of we zoiets tegenkomen wat wel goed lijkt. Of niet goed. Ik denk niet dat hij echt heel goed tussen gaat komen. Hier staat een RKC-speler, maar ik ga voor deze Atencio, denk ik. Of voor Augustijns. Ik ga voor Atencio. Ik betaal zijn afkoopclausule gewoon. Dan ben ik wel gelijk echt al mijn geld kwijt. Dan heb ik nog 19.000 transferbudget over. Atencio, ik geef hem een cruciale rol. Voor 5 jaar blijft hij en hij heeft geen afkoopclausule. Dan ga ik wel voor 10.000. Ik weet niet hoe goed hij is. Maar ik denk eigenlijk dat het veel te veel was. 61 rating, maar hij is ook nog maar 19. Dus ik denk dat dit wel een goede aankoop was. Zo, Atencio staat in de basis. En zo hebben we niet eens een heel slecht team meer. Waarschijnlijk nog steeds wel een team dat niet echt meespeelt om iets goeds te winnen of zo. Hier zo, we staan 12e van de competitie. Staat die tegenstander er ook bij ons in? Ja, die staan 22e. Wij staan 12e. We zouden moeten kunnen winnen, denk ik. Maar na 1 wedstrijd 22e is echt niet zo heel veel. Nee, we verliezen. Dan liggen we volgens mij nu al uit de beker. Uit een van de vele bekers die je hebt in Engeland. Want je hebt er daar heel erg veel. Hier zo, de schorsing van Kalata is afgelopen. Maar nog steeds komt hij niet op de bank meer terug. Salford City moeten we nu tegen spelen. Waarom vinden ze dat Werner hier... Denken ze dat ik Werner kan kopen? En Richarlison? Die zijn toch veel te goed voor mijn team. En Jesus en zo. En Aubameyang en Martial. Maar in ieder geval, ik ga nu simuleren tegen Salford. Wordt het misschien nu een overwinningje. Ik denk dat we misschien wel beter zijn. Het wordt weer een gelijkspel. Tegen Salford City 1-1 wordt het. Ik denk dat dat ook niet slecht is. Voor mij is het... Ik weet niet wat ik moet verwachten van dit team. Dus ik vind het nu goed als we niet verliezen in de wedstrijden. Tot nu toe hebben we nog niks verloren in dit seizoen. Alleen ook nog niks gewonnen.
Maar dat betekent dat we niet slechter zijn dan alle teams. Dan hebben we nog even het interview gedaan. Staat er misschien een topscorer bij ons bij? Nee. Er staan geen topscorers bij van onze club. Helaas. Even kijken. Hier zo staan allemaal goede transfers. Die zijn plaatsgevonden. Martinez is naar Real gegaan voor 110 miljoen. En Milinkovic-Savic naar Liverpool voor 93 miljoen. Dat zijn wel echt toptransfertjes hoor. Die zijn echt goed. Verder nog naar PSG zijn Royce en Gundogan gegaan. En bijvoorbeeld Stones naar Bayern. Het zijn niet de interessantste dingen of zo. We zien wel Calvert-Lewin naar Tottenham en Berardi naar Chelsea. Die vind ik op zich nog wel opvallend. Ik wist niet dat die zo goed waren dat ze voor zoveel geld door topclubs werden gekocht. Rodrigo naar Juventus nog. En Campagna wist ik ook niet dat hij zo goed was dat hij naar Atalanta kon. En Jiménez naar United wist ik ook niet dat dat zo... Dat deze spelers zo goed zijn. Tsigankov gaat naar United ook. Zakaria naar Arsenal. Pepe naar Inter. En dat is wel een beetje wat ik nu ga bekijken. Verder hier. Zo zien we nog dat ze Boel willen lenen. Op koopoptie. Maar dat wil ik niet. Ik wil dat ze wel... Ze mogen hem van mij wel gewoon lenen. Boel. Maar niet op koopoptie. Ze staan 21ste, dus dat zouden we moeten kunnen winnen. Maar het wordt weer gelijk. 2-2 tegen Hartlepool United. Maar nog steeds niks verloren, dus ik ben nog wel tevreden. Nog even een interview doen natuurlijk. Twee ijzersterke defensies zeg ik nu dan wel. En verder, we willen elke wedstrijd winnen. Dat is natuurlijk gewoon zo. Het is niet dat dat nog één keer is gelukt dit seizoen, maar we willen het wel. En dat is dan dit interview. Ze willen Robson nog kopen. Bohemian of zo. Dat mag van mij wel. Robson is zo goed niet, vind ik. Dus dan heb ik niet genoeg geld om nog iemand te kopen. Maar kan ik misschien nog een aanvallende middenvelder lenen voor als Robson weggaat? Ik wil even daarnaar kijken. Ik zie niet echt goede spelers hier tussen staan. Niet echt goede. Ja, wel een paar spelers die... Ja, ze zijn niet slecht of zo. Het zijn allemaal profvoetballers, dus dan zijn ze niet slecht, maar ook niet heel goed of zo. Hier zie ik een speler van Heerenveen. Die zou ik wel willen lenen op zich. Kan ik dat? Nee, dat wil Heerenveen niet. Dan niet. Natuurlijk. En verder. Hier zo zie ik Ellie en Almada staan. Maar die zijn natuurlijk veel te goed voor ons team. En Amiri ook wel, denk ik. Wat staat hier verder? Antonucci van Feyenoord. Kan ik kijken of ik die kan lenen? Oh ja, die zouden ze willen uitlenen. Dan ga ik dat proberen natuurlijk. Inlenen om te kopen. Op koopoptie. Oh, dat wil Feyenoord ook echt. 2 jaar, vinden ze dat goed? Ze willen 1 jaar, ook goed. Alleen we hebben niet genoeg geld om echt veel te geven, of wel? Dit, als ze hebben, zij willen zoveel. Zoveel geld hebben wij niet eens. Alleen hij wordt steeds teruggezet naar 45%. Kijk. Terwijl ik 60 zei, nu ging hij terug naar 45. Ik weet niet hoe dat kan, maar daardoor heb ik Antonucci nu niet kunnen aannemen. Nog even verder kijken dan. Hier staan ook niet echt spelers tussen die je kent, zeg maar. Tenminste, ik niet. Ga ik nog even heel ver naar beneden hier zo. Ik ging per ongeluk naar mid. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Hier ongeveer waren we volgens mij. Nee, nog verder naar beneden.
ongeveer hier zo. Ja, volgens mij was dit het waar we waren. Ik zie Barkley van Chelsea, maar die zou ook wel veel te goed zijn voor ons. Bassett, die heeft Feyenoord toch gekocht, of ligt aan mij. Oh, de contractduur van Bassett is te kort om hem te kunnen lenen. Dus dan lenen we hem niet. Is ook niet erg natuurlijk. Batista Meijer kan je misschien lenen van Bayern München. Zouden ze dat willen? Ik denk dat hij echt heel goed is. Ook voor ons team. 1 jaar gewoon. Ja. Hebben we geld voor zijn salaris betalen? We kunnen maar 10.000 betalen van zijn salaris. Of 10%, want meer hebben we gewoon niet. Eigenlijk, ik wil wel meer betalen. Maar dat kan gewoon niet. Dus dan doen we het wel niet. Dan is denk ik ook, ik weet niet, ook niet of het nodig is. Misschien gaat hij nog wel helemaal niet weg, Robson. Oh, nee, hij gaat inderdaad niet weg. En Wimbledon wil Boel ook 1 jaar gewoon lenen zonder koopoptie. Dus dat is wat we dan doen. Skuntorp, kunnen we misschien eindelijk een overwinning pakken? Nee, weer gelijk. Tot nu toe. Ik vind het wel bijzonder, we spelen echt veel gelijk dit seizoen. Alleen het allerliefst wil je natuurlijk gewoon winnen. Tegen Skuntorp ook. Ja, ik doe deze. Ja, ik verwachtte wel minimaal een punt. Dan verder, wat vond je van het spel? 2 ijzersterke defensies. Daar wordt de verdediging in ieder geval blij van. En Robson speelt blijkbaar op een andere positie dan die hoort te staan. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Maar dat blijkt zo te zijn. Maar volgens mij vindt hij het zelf ook helemaal geen probleem. Dan zien we hier nog dat Boel echt uitgeleend is nu aan Wimbledon. Wimbledon zit ook bij ons in de competitie. Maar gezien Boel zo slecht is voor mij, als we hem willen gebruiken, dan mag dat. Tegen Oldham kunnen we nu wel winnen. Ja, de eerste overwinning in de League 2. En Frontis die de enige goal maakt, waardoor we met 1-0 winnen. Frontis is natuurlijk de aankoop die echt heel, die op de bank zit. Maar die bij rust is ingekomen, die wel vaak inkomt ook. Maar Frontis kwam hier dus ook in. En die maakt ook de winnende. We hebben gewoon ons eigen spel gespeeld. Laat ik dat zeggen. En dan was dat voor dit interview. Dan zien we nog een wedstrijd in de EFL Trophy hebben we. Waarschijnlijk zijn wij echt veel slechter dan deze teams. Dus gaan we gewoon verliezen. Maar dat maakt niet zoveel uit. Kijk, er zijn teams tussen die waar wij beter dan zijn. Alleen niet bij ons, zeg maar. Alles gewoon. Hier nog 2 transferaanbiedingen. Corbett willen ze kopen. Dat wil ik niet. En Walker maar willen ze kopen. Daar ga ik even over in onderhandeling. Voor 500.000 zouden ze mogen hebben van mij. Of kan ik misschien een middenvelder krijgen? Even kijken. Shigehiro of zo. Kan ik die krijgen voor Walker? Oh, ik heb nu per ongeluk ook nog de transfersom gedaan. Dat was eigenlijk niet echt de bedoeling. En hier zou de Burton Albion. Wedstrijd simuleren. Snel simuleren willen we. En dan verliezen we met 3-1. In de competitie hebben we nog niks verloren, alleen in de bekers wel. Maar dat is ook logisch, want daar spelen alle clubs uit Engeland in. En wij zijn ongeveer de slechtste club van heel Engeland. In FIFA in ieder geval. Zij waren het betere team. Of wij. Ik weet niet wat er stond. Concentreren op wat beter kan. Oké, dan was dit ook weer voor dit interview. Dan ga ik nog... Dus je is ook naar Blind is naar Real gegaan. En Shackleton of zo van Aston Villa naar PSG. Dan kunnen we misschien nu deze Walker, Jackson Walker, alsnog kwijt aan een andere club deze keer. Hoe heet ze?
Ik doe nu eerst het geld naar 0 euro. Kijken wat ze vinden van een ruil voor... Oh, dit is wel een beter team. Een ruil voor... Misschien... Kang Hyun Muk of zo. Dan wil ik het voor 500.000 als ze dat niet willen. Bot indienen. Zij willen echt 450. Dan wil ik 15% doorverkoop. En dat willen zij niet. Subon. Maar dat was dit voor deze video. Vergeet niet te liken en abonneren. En druk ook even op dat belletje. Want dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Terwijl we hier nog een uur vooruit simuleren in de tijd. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Doei!